Hoi, ik ben Jorren en jij hebt waarschijnlijk nog een aantal vraagtekens naar aanleiding van het kijken van de vorige video. Want wat is digital happiness? Wat heeft dat te maken met ADE? En wie waren toch die geheimzinnige figuren die onze reporters hebben zitten trekken? Menno en Thijs, van harte welkom. Jullie waren die twee geheimzinnige figuren die onze reporters hebben zitten trekken. Menno, vertel eens waarom. Ja, heel simpel. Omdat we een onderzoek doen naar digital happiness. En Thijs, wat is digital happiness? Nou, we zien het als een breed begrip. Het is niet alleen maar plezierige emoties, maar ook betekenis, zingeving, komen in een flow als je een boek zit te lezen of zit te gamen. En het gaat dan vooral om de invloed van die technologie, dat digital, op dat geluk. Ja. En voor ons is het ook een voorspelling, hè? Dus wij zeggen dat bedrijven die zich richten op het digitaal geluk van hun klanten en op het digitaal geluk van hun medewerkers, dat die succesvoller zullen zijn. Dat is onze claim. Maar wat heeft dat alles dan te maken met ADE? Nou ja, ADE is eigenlijk een deep dive in de jongerencultuur. Dus wat we nu wilden weten eigenlijk is, hoe zit dat eigenlijk met die jongeren en wat maakt hun nu gelukkig? En vandaar ook dat we ze helemaal vol hebben gestopt met die meetinstrumenten. Ja, want jullie hebben tijdens de aftrap van ADE een masterclass gegeven. Daar hebben de 6 reporters een Fitbit omgedaan om de hartslag te meten. Ze hebben een Spire gekregen om de ademhaling te meten. En hun GPS werd getrackt, zodat we alles van hun konden volgen tijdens ADE. En daar zijn flink wat beelden van, dus ik stel voor dat we gewoon gaan kijken. Ja, laten we doen. Hi, I'm making a report for digital happiness and I was wondering, do you think that artificial intelligence will improve the digital happiness with the human beings? Or do you think there will be like a protest or like a tegenbeweging against all this technology because it is making us less happy? Oké, ik ben zojuist klaar bij de Lamar Theater. Dat is een hele bijzondere lezing van de Acceptance of Artificial Intelligence. Het ging eigenlijk over een nieuwe manier van muziek maken. Het ging over computer-generated music. Dat houdt in dat er tegenwoordig een nieuw project gaande is, dat er muziek wordt gemaakt door computers. Dus als een computer muziek maakt, wie heeft dan de rechten? Maar het is wel interessant, want jullie hebben het hier ook over gehad in jullie masterclass. Een nummer dat werd gemaakt door de Beatles, of eigenlijk artificial intelligence heeft alles samengevoegd. Gaat dat meer gebeuren in de toekomst, denk je? Volgens mij, kijk, het gebeurt nu al, hè? Dus het Beatles voorbeeld wat we gaven was eigenlijk alle nummers van de Beatles in een grote bak. Daarbovenop een intelligent computersysteem en de vraag gesteld, maak even een nieuw nummer van de Beatles. We hebben dat wel uitgetest, maar ik geloof niet dat er iemand nog dat nummer echt leuk vond. Dus we moeten nog wel een stapje verder maken. Dus je denkt dat de mens daar altijd nog wel aan te pas zal komen? Ook in dit geval nog wel. Maar het is eigenlijk niet zo relevant. Ik denk in ieder geval dat het meer gebruikt gaat worden. Of nou helemaal door de computer gemaakt, maakt niet zo heel veel uit. Maar kijk, de vraag die ze stelde is eigenlijk wel hartstikke, die is wel super relevant. Het is niet alleen wie heeft het IP en wie gaat geld aan verdienen met het nummer. Maar als je zegt wie heeft het eigendomsrecht van de code van een auto, van een zelfrijdende auto die een ongeluk maakt. Of, wie is er verantwoordelijk voor? Wie is er verantwoordelijk voor? Hè? Dat is de keerzijde van dat IP. En dat is ook super relevant natuurlijk. En daar zijn we nog lang niet uit. Maar dat is wel even iets wat opgelost moet worden. Nou, goede vraag van Nico. Ja. Klaar voor? Ik sta voor het De Lamar Theater, maar voordat ik naar binnen ga, ga ik naar Café Weber. En daar hebben we een lezing met de bazen van Soulbase. En zij gaan ons vertellen over how to market yourself. En ik ga aan hen vragen wat zij vinden van digital happiness. En ik heb ook aan de twee mannen van Soulbase gevraagd wat volgens hun digital happiness is. Of digital and technology happiness bevordert of het juist vermindert. Ik kreeg: digital zorgt ervoor dat zij hun kinderfoto's aan iedereen kunnen laten zien met trots. Het zorgt ervoor dat zij verbonden zijn met familie. Omdat ze veel reizen, hebben ze FaceTime. En ook veel familie die ver weg wonen, ze niet zo vaak spreken. Dus komen we toch weer terug op dat hele connection en connected gevoel. Dus ondanks dat technology ervoor kan zorgen dat we disconnected raken, zorgt het ook voor dat we connected met elkaar raken. En ik zou dan willen zeggen van embrace technology. Dat is toch mooi? Ja, is wel positief. Nico heeft het nu over de tweestrijd met technologie, dat je zowel disconnected als connected raakt.
En dat met betrekking tot digital happiness. Ja. Is dat het wat jullie betreft ook? Ik verwacht in ieder geval veel meer nog van terug. Zij zegt het nu. Ik denk eigenlijk dat iedereen daar wel mee gaat komen. Zou mijn verwachting zijn. Omdat het precies hetgeen is wat je doet. Ik bedoel, je gaat lekker feest vieren daar of dingen zien. En tegelijkertijd heb je dat ding. Dan krijg je inderdaad die foto's van je vrienden en je kinderen. En ja, de ene keer vind je het hartstikke leuk en de andere keer is het hartstikke irritant. Dus... Het is wel een heel groot thema wat we ook vaak terugzien in de onderzoeken. Het sociale, het in verbinding staan met elkaar en in hoeverre heeft technologie nou invloed op intieme relaties, op het socializen, op echt contact. Ja, ja, dat is een mooie woorden voor alone together. Dat zijn we steeds vaker. Sherry Turkle heeft daar een mooi boek over geschreven, doet er onderzoek naar. En ja, het enige wat je erover kan zeggen is, je bent er zelf bij. Hè? Je kan dat ding ook neerleggen als je met je vrienden bent. En hij heeft het over geluk. De meeste onderzoeken van geluk tonen aan dat het geluk ook zit in de intieme relaties die je met die ander hebt. En dan is dat apparaat wat je dan hebt juist ontzettend onhandig. Dus even kort, wat is nou, want jullie zijn onderzoekers, wat is digital happiness voor jullie? Heel kort. Heel veel dingen. In ieder geval weten om te gaan met alle digitale mogelijkheden die er zijn. Ja, het is vooral... Op dit moment veel reflectie en bewust worden wat die impact is op ons geluk. En dat zijn jullie aan het onderzoeken? Ja, dat zijn we aan het onderzoeken. Ja. Dan ben ik benieuwd. We gaan verder. Hey, de brakke grond. Ik ga zo een live setup zien van Surgeon en Lady Starlight. En dat is heel excited. Dus ik ga even kijken hoe die setup is en wat voor muziek hij gaat draaien. En ik ben heel benieuwd wat hij ons gaat bijleren. Zou ze naar binnen vragen? Wat me is opgevallen tijdens ADE is dat mensen komen samen, de hele wereld komt samen. Het zijn allemaal internationale producers, music labels. En wat me opvalt is natuurlijk dat technologie overal is. Alle lezingen hebben technologie, alle DJ's nemen een gear met hun mee. Iedereen is bezig met camera's en fotocamera's, videocamera's. Alles moet vastgelegd worden, net zoals wat ik nu doe. Maar ik vind het leuk hoe technologie zo samensmelt met onze samenleving nu. En ik ben super benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen. Zie je eigenlijk ook dat als je eenmaal zo'n bril opzet van waar is die technologie allemaal, dat het opeens echt overal is, overal om ons heen. We krijgen iemand anders nu. Bouke. Alright, even kennis maken. Ik ben Bouke Bakker. Ik ga op pad voor digital happiness. En ik heb een vet cool horloge opgehaald. Bam, zoals je kan zien, best wel vet. En deze meet mijn hartslag. En die andere meet mijn ademhaling. En die gaan allemaal bijhouden. Hoe ik dat allemaal manage. Dus dat zijn de Fitbit en de Spire die we hadden meegegeven. Ja, en waarom? Vooral de Fitbit vooral om de hartslag te meten en de Spire om de ademhaling te meten. En dat hebben we allemaal live gestreamd op een website. En wat we vooral interessant vinden is die reflectie van de reporters op dat continu trekken van je hartslag. Het bewust worden van, ik loop een ruimte in en opeens schiet mijn ademhaling omhoog. Ik was net kalm, nu ben ik gespannen. Dat geven die devices eigenlijk allemaal terug. En die reflecties die vinden we wel interessant. Ja, de eerste reflectie kregen we van onze eigen organisatie die ontzettend zenuwachtig werd. Dat we dit gingen doen. Hè? Ja. Dus, het heeft even geduurd voordat we ze konden overtuigen dat het best wel een goed plan was. En dat is natuurlijk best goed dat ze er zo bovenop zitten. Want het is, je volgt mensen. Ja. Hè? En dat moet je wel vrijwillig doen. Dus iedereen heeft ook moeten tekenen dat ze gevolgd werden en dat we die metingen mochten doen. Ja. Maar ja, en hoe ze erop reageert. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe hij erop heeft gereageerd. Ja. Zullen we even kijken? Ja. Het is nu 5:04. Het is ook echt tijd om snel op pad te gaan, want ik ga naar de Melkweg. Naar James Zoo en het Metropoolorkest. Dus ik denk dat we moeten gaan haasten. Dit was even het kennismakingsrondje. En ik ga me even klaarmaken. Haast. Allemaal superleuk, al die gadgets. Maar ik moet wel zeggen, mijn happiness is een klein beetje overruled door een beetje stressgevoel. Want allemaal 1000 dingen meenemen en alles moet geregeld zijn. Batterij, opladers, is alles, klopt alles? Heb ik alles bij me? Kan ik op pad? Brengt ook wel een hoop stress mee, zeg maar. Die stress zou je dat dan betitelen als digital unhappiness? Omdat, ja, omdat je connected moet blijven en daardoor dan stress krijgt, alles moet opladen?
Echt ongelukkig weet ik niet. Ik denk wel dat in ieder geval al die prikkels bijdragen aan dat je sneller overspannen wordt misschien. En wat ik wel heel opvallend vind bij mezelf is dat het bij mij wel begint te jeuken als mijn mobiel leeg begint te raken terwijl ik hem nog nodig denk te hebben die dag. Ja, dat... Weet je, dat is het zo dat we in dit tijdperk van onbegrensde technologische mogelijkheden sneller overspannen raken dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden? Nou, we hebben een hele interessante spreker op ons symposium gehad. Ons symposium over digital happiness. Toen kwam professor Witte Hoogendijk langs. Die heeft net een nieuw boek uit, Van Big Bang tot Burnout. En hij zegt in zijn boek en zijn presentatie wel dat die prikkels bijdragen aan meer burn-out. Ja. Ja, in principe is eigenlijk heel simpel. Er is een plek in je brein die gestimuleerd wordt op het moment dat er ergens gevaar is. En dat is heel functioneel. Er komt een beest op je af vroeger. Het is uit de evolutietheorie allemaal verklaard. En diezelfde prikkeling die krijg je ook als je het telefoon even afgaat. En dan komt er even weer zo'n moment. Nou, als je te veel van die prikkels krijgt, die eigenlijk heel dysfunctioneel zijn, dan maak je ook nog een stof in je lichaam aan. En dat effect, dus die stressverhogende elementen van het digitaal, uit zijn onderzoeken blijkt, dat dus leidt tot een toename van burn-outs. En ik denk dat wel een van de meest zware dingen is waar we het over moeten hebben als we het over digital happiness hebben. Want dan steven we dus collectief af op een samenleving die niet vooruit gaat, maar echt naar beneden gaat. Dus het is niet zo dat per definitie technologie je gelukkiger maakt? Nee, dat is absoluut niet zo. Nee. Maar dat is elke technologie, dat heeft niet alleen met digital, dat is alles. Dat is de auto, dat is alle dingen die wij maken, alle artefacten hebben dat in zich, geluk en ongeluk. Interessant. Zullen we eens kijken hoe gelukkig die verder is? Want, ja. En hoe die dat doet terwijl hij is geblesseerd, hè? Ja. We gaan zien hoe blij, al dan ongelukkig, ik word van al die technologie. Ik denk dat ik er wel blij van word. Ik ben er nu al best wel blij om, want ik hou van gadgets. Zit iedereen me zo raar aan te kijken omdat ik zit te vloggen. Ik heb nu dus eventjes de app geraadpleegd. Hoe laat komt de tram op het Surinameplein? Gelukkig staat het ook op de borden, maar ik zag het al, 2 minuten. Dus daar alweer. Technologie redt me uit de brand. Oké, dus overal om ons heen zien we steeds schermen en digitale dingen en advertenties voor apps en dingen. En nu heb jij mij een vraag gesteld met een tablet hierbij. En toen dacht ik meteen, heb jij last van technostress? Weet je wat dat is? Ja, heb ik wel last van, want ik moet altijd mijn telefoon checken en als ik wil slapen dan krijg ik nog weer berichten. Ja, en maakt het ook wel prikkels? Ja, want je hebt wel continu het gevoel dat mensen, ja, je hebt wel heel veel sociaal contact omdat je er staat. En je kan altijd opzoeken, dus ik word er wel blij. Nou, volgens mij wat we hier nu zien is in een nutshell precies waar we het net over hadden. Dus de positieve kant is het gemak, het frictieloosheid. Weet je, ik weet dat die tram eraan komt, hartstikke makkelijk. En dat meisje geeft dan meteen toe van ik heb ook die andere kant waar, die stress en de... Ja, dus superleuk dat zij mij wilde helpen. En zij maakte mij ook een beetje meer bewust van dat ik ook eigenlijk alles online doe. En of ik daar gelukkiger of ongelukkiger van word. Weet ik nog niet. Nou, we staan inmiddels in de Melkweg, in de Rabozaal. Het is een beetje herrie hier, want ze zijn radio aan het opnemen. Maar ik heb een vraag gesteld aan, hoe heet u? Jolanda. En de vraag was eigenlijk, hoe was het zonder dat we al die apps en smartphones hadden? Was je toen gelukkiger of was je toen ongelukkiger? Stress op of niet? Nee hoor, dat gaat gewoon los. Dat is perfect. Mooi. Wat die vrouw zegt is, als ik er stress van krijg, leg ik het gewoon weg. Zo simpel kan het zijn. Ja, maar dat is een vrouw, no offense, van al wat oudere leeftijd. Misschien is het voor jongeren wat moeilijker om dit weg te leggen. Is dat voor een zorgwekkend plaatje? Ja, het is natuurlijk makkelijk gezegd, maar soms moeilijk gedaan. Er zitten mensen die hebben als enige werk soms om maar zo verslavend mogelijke apps te maken. Er zijn allemaal psychologische trucjes die toegepast worden om oneindige Facebook-timeline bijvoorbeeld te hebben, dat je maar door kon scrollen tot in zo'n eindige... Precies, ik heb Facebook nog nooit uitgespeeld. Nee, precies. Al je... Instagram, die geeft je likes 1 voor 1. Die geeft niet in 1 keer, je hebt 5 likes, maar die 1 voor 1, zodat je terug blijft keren naar je app. In al zijn eenvoud, wat die vrouw hier zegt, dat is natuurlijk precies wat we moeten doen.
Ja. Toch? Ja, een soort etiketten bouwen of zo. Of een bepaalde verhouding tegenover technologie creëren. Je moet het gewoon doen. Ja. Wat dit betreft al nuttige feedback voor het onderzoek, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ja, absoluut. Nou, laten we het verder organiseren. We zijn nu onderweg naar Amsterdam Dance Event. Hoi. Ja, we gaan nu naar het Urban Art Festival. We gaan eerst in Amsterdam onze kaartjes ophalen. En dan daarna naar het Urban Art Festival. Dus we zijn heel benieuwd. Ik heb nu de... Kijk, wat zij natuurlijk heel goed doen, is dat degene die die camera in zijn hand heeft, de bijrijder is en niet de bestuurder. Ja. Hè, maar wat je nu heel veel ziet, hè, is dat mensen gewoon lekker gaan lopen vloggen terwijl ze achter het stuur zitten. Allerlei dingen doen. Appen. Het aantal dodelijke ongelukken op de weg is toegenomen. Ja. Dat ze lange tijd naar beneden gaan. En nu gaat het weer omhoog, omdat we dat allemaal doen. Ja, denk je dat het een ontwikkeling is die zich nog veel verder gaat voortzetten? Dat mensen echt zwaar gevaarlijk worden in het verkeer? Nou, ik weet niet. Kijk, de andere kant kan je zeggen, die technologie lost het ook wel weer op. En we hebben natuurlijk nu allerlei camera's overal staan die kunnen registreren of je dat aan het doen bent. Ja. En ik denk, ja, als je gewoon de boetes verhoogt, dat je op een gegeven moment om andere redenen dat ding toch wel weer laat liggen. Het is ook nieuwigheid van appen achter het stuur, dat konden we 10 jaar geleden nog niet. En nu zien we dat het toch niet zo verstandig is. En dan zie je dat de overheid ingrijpt met wetten en op de fiets en in de auto. Ik heb Fitbit omgedaan, die gaat mijn hartslag meten. En hier zit de spier en die gaat mijn ademhaling meten. En dan gaan we kijken hoe dat verloopt naarmate de dag vordert. Als je het echt hebt over digitaal geluk, dan wil ik jullie graag naar dit schilderij verwijzen, want hier word ik echt heel erg gelukkig van. Dit is eigenlijk iets wat onderling onder vrienden vaak gedaan wordt via Snapchat, is niet mooie foto's naar elkaar sturen, maar juist dit soort foto's waarop je het echt op je lelijkst uitziet. En ja, daar word ik altijd heel gelukkig van als ik dat soort foto's van mijn vriendinnen ontvang. Grappig is dat ik heb haar daar geïnterviewd bij het Urban Art Festival. En daar zei ze ook dat ze zichzelf op Instagram juist wel vaak profileert als het perfecte plaatje. Ja. En dat ze wel gelukkig wordt van lelijke plaatjes, dat is wel bijzonder, vind ik. Maar nou is de vraag natuurlijk, wordt zij gelukkig van lelijke plaatjes van anderen en presenteert ze zichzelf nog heel mooi? Ja. Of gaat ze daar aan meedoen natuurlijk? Ja, in de 1-op-1 relaties. Ik hoop het ook. Maar ze zegt toch in de 1-op-1 relaties, dan laat ze er minder mooie kant ook zien voor de grap. Maar in Instagram wat meer publiekelijk openbaar is, dan doet ze het mooie gezicht alleen maar. Dus ja, dan is het toch vaak een publiek plaatje dat al misschien wat minder betrouwbaar is dan het persoonlijke plaatje. Dus misschien is WhatsApp of Snapchat een persoonlijker medium dan Instagram. Is dat wat ze probeert te zeggen? Maar wat betekent digitaal geluk voor jou? Dat je ook via digitaal kan je veel meer mensen bereiken om wat je doet, dat je dat kan delen. Dus het delen is voor mij een onderdeel voor het geluk. Wat betekent digital happiness voor jou? Ik denk hoe de digitale wereld en de fysieke wereld elkaar kunnen versterken. En dat de technologie een soort tool wordt, een verlengstuk van je lichaam. Dus om je mogelijkheden uit te breiden in plaats van mogelijkheden in te nemen, zeg maar. Die is nog wel redelijk positief. Ja. Wat ook wel mooi is om te zien, vind ik, is dat er verschillende definities zijn van digitaal geluk. Dat is voor ieder anders. Ik denk dat we dat nu verder ook zullen zien. Krijgen we nu weer een definitie? We gaan het zien, ja. En wat is digital happiness dan voor jou? Digital happiness is voor mij technologie dat ons leven makkelijker maakt, geluksmomenten met zich meebrengt, innovatie en het juist kunnen connecten door technologie met elkaar en creatief kunnen zijn door technologie. Ben je digital happy nu? Ik ben digital happy, I embrace technology. Wat valt je op? Nou, dat is gewoon blind erin gaan, weet je wel. Embrace technology en er zit heel veel positieve vibe in haar natuurlijk. En zo is het ook, hè. Je duikt erin, je maakt er wat van. Ja. En ik denk dat de les ook is, dat moeten we met z'n allen doen. Hè. We er wel induiken en we moeten embrace technology. Ja, en er wat van maken. Dus niet alleen dus embracen, maar ik zie het ook meer als embracen en er dan iets goeds mee doen.
En dat bepalen we natuurlijk zelf. He, dat is niet zo dat we embracen en die technologie gaan bepalen wat wij gaan doen, maar wij maken met z'n allen er iets heel moois van. En dat is wel waar Digital Happiness over gaat. He, dus het idee dat technologisch gezien eigenlijk alles kan, he, dus we kunnen het allemaal embracen. Maar dat nu steeds meer de vraag wordt, en als alles kan, wat gaan we dan nu doen? Als we het allemaal embracen, wat voor maatschappij willen we dan creëren? En waarin willen we leven? Maar is dat zo wat je zegt, dat technologie nooit... dat wij bepalen wat technologie doet en niet andersom? Ja, we hebben daar veel meer invloed op dan we denken. Je denkt dat het je overkomt en dat je in de maalstroom meegaat, maar... uiteindelijk zijn het, kijk, wat algoritmes niet kunnen, is hun doelen bepalen. De doelen die we die algoritmes meegeven, komen uit mensenhanden. Kunnen heel veel, steeds meer. Maar dat moeten nou juist mensen doen. En dat bepalen we zelf. Wat vind jij ervan? Ja, uiteindelijk bepalen we dat zelf. Van, wij zitten op Facebook met z'n allen. Wij gebruiken dit en dat. En wij kunnen dat prima sturen. Dat is eigenlijk de continue vraag van waar ligt de macht bij de gebruiker of bij de grote machtige bedrijven. De Vrijheid voor Vijf worden ze ook wel genoemd. Google, Microsoft, Facebook. Ja, wij kunnen dat sturen door duidelijk aan te geven wat we willen van technologie, wat we vragen van technologie. Laten we zien wat Dwayne ervan vindt. Wat betekent digital happiness voor jouzelf? Digital happiness. Ik denk dat ik er blij van word dat alles wat efficiënter gaat met betrekking of door middel van technologie. Onder andere mobieltjes. Ik bedoel, vroeger moest je een telefoonboek halen en dan moest je een nummer gaan zoeken. Tegenwoordig kan je het gewoon opslaan op telefoon en gelijk bellen. Dus digital happiness voor jou is dat het allemaal gewoon een stuk sneller gaat? Sneller, ja, efficiëntie. Dus het scheelt tijd en je houdt tijd over voor andere dingen. Moet je je voorstellen dat je nu nog in een telefoonboek zou gaan kijken? Ik ben er zo aan gewend dat dat niet meer hoeft eigenlijk. Ik neem het allemaal maar voor lief. Next. En wat betekent digital happiness voor jou? Voor mij betekent het een beetje de vrijheid hebben om zelf dingen te onderzoeken, toegang te hebben op verschillende soorten meningen en niet meer iets hoeven aannemen van iemand, maar zelf te kijken, oké, wat zijn de feiten, wat zijn de voordelen of nadelen. En dat idee van vrijheid, dat ik dat zelf kan bepalen, dat geeft mij wel heel veel geluk. Dat is wel super positief. Ja. Toch of niet? Dat is toegang tot alle kennis, informatie. En daar dus kritisch over beoordelen wat echt is en wat niet. Want ik moet gelijk denken aan fake news. Ik vind het echt steeds moeilijker om te bepalen wat echt is, wat niet. Welke videobeeldjes in scène zijn gezet en welke niet. Want er is steeds meer informatie beschikbaar, maar misschien verdrink je er daardoor juist wel in. Zij is er positief gestemd over, dat vind ik mooi om te zien. En ik denk ook dat er zeker een goed punt in zit, want je kan dus steeds meer kennis beschikbaar en je kan steeds slimmer worden door internet. Nou, weet je, het is natuurlijk zo, we worden nu helemaal... Dat fake news is nu zo dominant geworden dat je dat andere vergeet. Dus dit vond ik toch wel een mooie relativering. In de eerste plaats kan je natuurlijk alles vinden. In de eerste plaats wordt je gedachtenwereld ermee verrijkt. Kan je op nieuwe ideeën komen. Ja, dat denk ik ook. En dan ergens daarna volgt dat fake news met al zijn zwarte randjes en weet ik het allemaal. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat ze dit punt maakt. Ja. Goed, nou ja, we hebben net gezien wat voor onze reporters digital happiness is. En het tegenovergestelde daarvan is digital unhappiness. Daar hebben ze ook het een en ander over gevraagd. Dus laten we even gaan kijken. Ik ben benieuwd. Maar wat is voor jou dan digital unhappiness? Ik heb dat heel erg met als ik heel veel op social media zit. Op social media wordt er toch wel een soort van perfect plaatje gecreëerd met influencers en bloggers en foto's, spullen. Als ik heel veel op social media zit, dan voel ik toch wel die soort fear of missing out. Dat ik denk, kon ik ook maar nu in Italië zitten of had ik ook maar die Chanel tas. Nou, ik denk dat ik me, wanneer ik me te veel laat meesleuren door wat andere mensen online plaatsen, dus waar Wietke het echt net al over had, dat mensen een beetje proberen een perfect leven te schetsen via Instagram. En ik ben daar best wel vatbaar voor, dus ik voel dan ook zelf wel de druk. Vatbaar om? Vatbaar om heel erg onder de indruk te raken van het perfecte leven van andere mensen. En dan voel ik zelf eigenlijk ook de druk om hele mooie foto's te plaatsen. En ik word eigenlijk heel kritisch op een foto die mij, bijvoorbeeld van een leuke middag, waar ik dan eigenlijk gelukkig van zou moeten worden. Ik vind foto's leuk als die spontaan zijn en als mensen er net niet helemaal goed op staan. Ja. Kijk, wat ik denk wat een zorgpunt hiervan is, is dat als je in een, noem het maar even, kwetsbare leeftijd, ik weet niet of zij in een kwetsbare leeftijd zitten, maar... Ja. Dat het veel meer impact op je heeft dan wanneer je wat ouder bent. En dat je dan echt diep ongelukkig kan worden van wat er zich afspeelt digitaal. Ik denk dat dat wel toch wel een
voor deze generatie wat er wel uitkomt. Ja, want zoals er genoemd werd, fear of missing out. Dat is iets nieuws. Gewoon ja, echt heel kritisch op jezelf worden van een leuke middag. En je wilt het wel goed over laten komen. Ja, maar dat is toch treurig. Je hebt een geweldige middag gehad en is er één fotootje en dan is het gewoon het digitale effect groter dan... Ja, ik merk het aan mezelf ook hoor. Ik bedoel, ik ben er niet zo heel erg veel mee bezig. Maar ja, je wilt toch dingen leuker over laten komen dan dat ze in feite eigenlijk waren. En misschien beleef je dan een bepaald moment of evenement heel anders. En dat zou voor die reporters ook zo kunnen zijn tijdens ADE. Misschien beleven ze ADE wel anders doordat ze het er leuker uit willen laten zien dan dat het daadwerkelijk was. Ik heb heel erg nu het idee dat ze die twee levens leiden. Dus dat ze dat digitale identiteit en hun eigen identiteit, die worsteling zeg maar, dat komt heel erg tot leven in dit verhaal. Ja, ik denk ook wel dat je die worsteling ook in het echte leven hebt met hoe ik me op mijn werk presenteer of tegen onbekenden. Ja. Dat is anders dan hoe ik ben bij mijn beste vrienden ja. of familie. Maar ja, digitaal, ik bedoel Facebook, weet ik veel. Ja, dat is weer een extra leven erbij eigenlijk. En iedereen, dat loopt helemaal dwars door elkaar heen. Nou, de reporters hebben ook allemaal een Fitbit en een Spire meegekregen. Wat doet het? Wat leg eens uit, waarom hebben jullie daarvoor gekozen om dat mee te geven? Nou, misschien moeten we er ook even bij vertellen dat behalve dat we dat gedaan hebben, dat we ze ook live konden volgen de hele tijd. Dus alle reporters die hun hartslag en die spanning die we dus meten van ze en hun locatie, die konden Thijs en ik gedurende de hele reis zien. Dus dat was een effect en wij waren ook met name geïnteresseerd wat dat met hun doet. Of dat bespieden tussen aanhalingstekens of gezien worden digitaal, of dat nog een invloed zou hebben op hun geluksbeleving eigenlijk. We hebben ook de hashtag ADE op Twitter hebben we continu gevolgd en eigenlijk een automatische sentimentanalyse gedaan, waarbij er gekeken werd hoe de emoties hun weerslag vonden in Twitterberichten. Dus hoe vaak waren er blije berichtjes, boze berichtjes, verdrietige berichtjes. Heel veel blijheid. Ja? Dat heeft natuurlijk wel, je gaat in een feestje, dus het is een klein beetje te verwachten ja. dat blijheid domineert. Ja, als je dat voor andere van een andere gelegenheid zou doen, denk ik dat we wat meer nuances zouden gegeven hebben. Maar wat vonden de reporters ervan? Nou, ik heb een stappenteller. Dat is dit. De Fitbit. En ja, het was heel verrassend om te zien hoeveel stappen ik maak. Ik had daar eigenlijk nooit over nagedacht. Het houdt me toch wel een soort van in controle. Het zegt me als ik tot over het randje ga. En het is best wel gek dat... Hou je daar geluk uit? Ja, op dit moment wel. Het is vernieuwend voor mij, dus ik vind dat heel leuk om dit nu zo mee te maken. Weet je waar we het net over hadden, hè? Over de technologie die jou al dan niet in controle houdt. Ja, absoluut. Absoluut. En dat is wel een element van digitaal geluk. Hè. Dus de mate van autonomie hè, die je mensen geeft. Dus als je alle autonomie weghaalt en bij wijze van spreken iemand zou zeggen en nu moet je dus gaan mediteren, punt. Dat geeft je geen geluk. Nee. Dus je moet vrijheid geven. Dat heeft met een mooi woord heet dat tegenwoordig positive computing. Ja. Dus dat je systemen bouwt die zowel jou een seintje geven van joh, misschien moet je even opletten, maar dat je wel de verantwoordelijkheid laat liggen bij het individu. En zijn deze uitslagen een beetje wat jullie hadden verwacht van het onderzoek? Nou, we willen in ieder geval zeggen dat we dit onderzoek, dit is een klein deel van een veel groter onderzoek, het is een traject van 1,5 jaar. En dit is natuurlijk heel specifiek een deep dive in de jongerencultuur, in een feest wat ADE heet. Ja. En dat is natuurlijk heel, heel specifiek, maar er komen nog veel meer dingen. Het grotere onderzoek, wanneer is dat klaar? Nou ja, we schrijven 4 rapporten. En het laatste zal dus inderdaad over 1,5 jaar klaar zijn. En dat laatste rapport, dat gaat ook over deze generatie, van wat is nou... Hoe kijkt deze generatie nou aan, die natuurlijk op een hele andere manier opgegroeid is met digitale tools. Hoe definieert die nou zijn eigen geluk en waar krijgen zij nou de grip, zeg maar, weer op dat digitale leven? Nou, ik ben erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en ik wens jullie er veel succes mee. Dankjewel.